Hier aan de rand van het stadje Sint-David ligt verscholen in de Alunvallei de kathedraal van de beschermheilige van Wales, Sint-David. De robuuste 13e-eeuwse Poort de Tuir geeft de toegang tot de vallei. De bouw van de oudste kathedraal in Groot-Brittannië begon in 1176 en dateert verschillende periodes uit de middeleeuwen. Er is echter niet veel bekend over Sint-David. Geboren in de 6e eeuw als zoon van Non en Sant en waarschijnlijk overleden in 589. Na zijn opleiding ging de Keltische priester zijn geloofsovertuiging uitdragen in een groot gedeelte van Zuid-Wales en West-Engeland. Vele wonderen en genezingen uit die tijd worden dan ook aan hem toegewezen. Hij stichtte een klooster in de vallei. Na een pelgrimsreis werd hij in Jeruzalem tot aartsbisschop gewijd. De plafonds zijn 16e eeuws en gemaakt van Iers eiken. De zuilen en bogen van het middenschip zijn Romaans, maar de decoratie duidt al op een overgang naar de gotiek. De zijramen stammen uit de dagen van bisschop Cowor. Hij leefde van 1317 tot 1347 en liet het hele gebouw wijzigen in een decoratieve stijl. De kathedraal is nu nog steeds de zetel van de aartsbisschop van Wales en neemt een autonome positie in binnen de Anglicaanse kerk. Vergeleken met de glorieuze kathedraal die zich kan meten met zusterkathedralen zoals die van Durham, York en Canterbury, zien de ruïnes van het een eeuw later gebouwde bisschoppelijk paleis er wat armtierig uit. Aangezien we nog wat tijd over hebben, maken we nog een wandeling door het Pembrokeshire Coast National Park. Het is het enigste kustgebied in Engeland wat over een totale lengte van 299 kilometer van Tenby in het zuiden tot Cardigan in het noorden tot Nationaal Park verheven is. Grillig, gevormde en hoog uit de Ierse zee oprijzende krijtrotten bepalen het beeld.
Het is dat je af en toe voor je moet kijken om je nek niet te breken, anders liep ik de hele tijd met de camera voor me snuffeld. Naast de alom aanwezige schapen worden in dit gebied ook de paarden als voor begrazing gebruikt. Kijk, daar in de verte ligt het strand van White Sand. Terwijl de laatste windsurfer nog een keer op zijn plank stapt, naderen wij weer ons vertrekpunt en komt een einde aan een dag vol indrukken die we niet graag willen vergeten. Vandaar dan ook deze film.